Als kind was ik onvermoeibaar vragend, discusserend en onderzoekend. Daar was niet altijd ruimte voor, dus ik heb me vaak moeten inhouden. Maar toen ik eenmaal wijsbegeerte ging studeren, had ik mijn plek snel gevonden. Doordat de opleiding niet heel groot is, is er veel ruimte voor dialoog en discussie. Alles komt ergens vandaan. Het leren kennen van die wortels en het besef dat het ook heel anders had kunnen zijn, hebben mijn ideeën over de wereld sterk beïnvloed. Met de opleiding wijsbegeerte leer je veel meer dan wat verschillende filosofen door de eeuwen heen gezegd en gedacht hebben. Je stapt buiten met een grote waaier aan vaardigheden die op heel veel vakgebieden van toepassing zijn. De typische filosofiestudent, die bestaat niet. Naast de reguliere studenten vind je er ook mensen die op latere leeftijd nog iets bijstuderen, kunstenaars enzovoort. The unpredictability which the act of making promises at least partially dispels is of a twofold nature. It arises simultaneously out of the darkness of the human heart, that is, the basic unreliability of men who can never guarantee today who they will be tomorrow, and out of the impossibility of foretelling the consequences of an act within a community of equals, where everybody has the same capacity to act. Man's inability to rely upon himself or to have complete faith in himself is the price human beings pay for freedom. Het ruime aanbod van de opleiding maakt het mogelijk om de dingen waar ik plezier uit haal met mijn studie te combineren. Ik heb bijvoorbeeld veel tijd aan muziekgeschiedenis en theorie kunnen besteden door een vak te volgen over muziekfilosofie. Hoewel ik nu met mijn master bezig ben ik nog lang niet klaar met filosofie. Ik hoop dan ook dat ik uiteindelijk kan doorgroeien naar een academische carrière. One life, but it's one need in the night. One love, you gotta share it. It leaves you, baby, if you don't care.